voorbereiding van ons epische avontuur hier. Waar, jongen, waar? Oh. Ja, niet goed, hè? Vergeten we niet iemand, jongens? Hier, je petje. Afdeling en een hele mooie Multifan Edition 25 gekregen. En wat jullie nu niet zien, wat eigenlijk nooit iemand ziet, is dat we ook een mat zwart dak hebben. Hoe gaaf wil je het hebben in je bus? En het is een mooie uitvoering. Ik heb hier verstelbare dingen en zo. En we hebben een TDI blokje met 180 pk aan boord. En vierwielaandrijving, dus ons stop je niet meer. Alleen het is een beetje druk op de autobaan. En ja, hij doet er wel vrij lang over om een beetje snelheid te halen. Maar ik moet natuurlijk wel even testen hoe hard hij gaat. In Frankfurt gaan we weer achterlijk veel dingen zien. Niet alleen van Volkswagen, maar ook van alle andere Duitse merken die echt een enorme pak primeurs om jullie oren smijten. Vandaag beginnen we bij Honda. Ford en nou ja, het hele vachtconcern die de Lambo's, de Bentley's, Audi, Skoda, Seat, Volkswagen en vrachtwagens en busjes lopen. Dus daar gaan we jullie vandaag mee vermoeien. Lamborghinis en Bentleys en zo te kijken. Als je ook naar Honda kan gaan voor de nieuwe Civic. Hij komt er alleen maar als 5 deurs en het is een speciaal voor de EU ontwikkeld model. In de VS is die behoorlijk afgefakkeld, dus de druk die was aardig groot op de Honda engineers. Nou, als je kijkt naar het kleurtje, hij is groen en ja, in het persbericht staat het ook bol van dingen die je eigenlijk eerder op groen 7 zou verwachten. Ze hebben de auto onthuld en hij hing eerst verticaal en toen liet ze hem een stukje zakken en hij kwam mooi horizontaal te hangen. En dan had ik eigenlijk gehoopt dat hij nog even een mooie poprol zou maken, hè, dat die achterste kettingen het zouden begeven. Dat is helaas niet gebeurd. Ik hoop alleen nu nog even dat hij het houdt, want ja, als je er onderdoor loopt dan... Kijk mij dan in mijn up. Dit is de Black Up, geloof ik. Is die zwart? Even kijken. Ja, hij is zwart. Er staat hier namelijk ook een White Up en die is wit. Wat alle ups wel gemeen hebben, voorlopig dan tenminste nog, is dat ze 3-cylinder motoren hebben met 60 of 75 pk en hele lage CO2-uitstoot. Het is allemaal wegenbelastingvrije meuk en 40% bijtelling mocht je zo'n klein autootje zakelijk gaan rijden. Er zit iemand heel hard aan de auto te schudden, dus ik ga heen en weer. Voel je, zie je? Oh, dat ging iemand bij zitten. Dat gebeurt er dus wel in een kleine auto. Dat is wat oncomfortabeler. Ja, verder is het heel spannend. Je hebt hier dingetjes en andere dingetjes. Ja, het enige probleem altijd met een Porsche is dat die vaak moet worden schoongemaakt. En
dat je het verschil met de vorige generatie gewoon niet zo heel erg goed ziet. Van de voorkant denk ik van, ja, ja, hij heeft geloof ik iets andere LEDs. Schijnt. Maar verder weet ik niet. Wat ik wel weet, dat hij langer, breder, lichter, zuiniger, sterker, sneller en goedkoper is. Dus dat heeft Porsche dan wel weer leuk voor elkaar. Volgens mij moeten wij hier ook heel enthousiast van worden. Want al die mensen staan hier dit heel driftig aan het filmen en fotograferen. En dan zie je een, twee ventilatoren en een Carrera 3.4 logo. Eigenlijk vind ik dit een beetje de teleurstelling van de avond. Bugatti Veyron Grand Sport L'Or Blanc. Ze doen iets met porselein, dus dachten ze, we doen ook de buitenkant wit met blauw. Maar ja, ik vind het gewoon echt heel erg niet mooi. Niet mooi. Echt verschrikkelijk. Ik zie het echt niet. Je zou hier iets van een klaverblaadje in moeten kunnen zien. In de koplamp. Nou, misschien dat ze hem er los in hebben gelegd. Maar wat ik wel zie, dat is wel heel moeilijk op beeld vast te leggen. Ze hebben hier een soort kristalletjes gedaan. Want ja, Tsjechië, Skoda, daar doen ze ook dingen met kristal. Dus dat is een thema wat terugkomt in deze concept. Eigenlijk is dit de concept Octavia, maar ze noemen hem anders. Namelijk, Mission L. Waar die L voor staat, weet ik niet. It embodies our vision for the future of the design elements you'll see in a whole new generation of Ford products. We staan hier met een EVOS concept. Echt een concept car, vierdeurs coupé, vier vleugeldeuren, heel gek ding. Toch zit hier een hele hoop dingen op die we wel terug gaan zien in de productiemodellen van Ford. En dan moet je vooral kijken naar de neus, scherp gesneden koplampen, de grill. De mistlampen, plek van de mistlampen en de lijnen over de flanken van de auto. Strong, proud look gives you a clear impression of how the new face of Ford will look. Over vier maanden, zeggen ze, gaan we al lijnen uit deze auto terugzien in het productiemodel. Het gaat waarschijnlijk om Neo Mondeo. Ford die noemt dit design, noemen ze premium visual. Ze zeggen ja, we maken geen premium auto, hè, want er hoort een premium prijskaartje bij, maar de mensen die dan onze goedkope auto's kopen, die krijgen wel een premium look. Maar goed, het is in ieder geval wel een heel gaaf ding om te zien. Nee, ik zie daar spippende kolibri. Ik zie alleen maar in het gedeelte van Duitsland voorbij komen eigenlijk. We zijn bij Kia. Die verraste een tijdje geleden best wel met een paar impressies van een conceptauto die ze hebben, de Kia GT. Nou, die hebben we hier vandaag staan. Het ding ziet er echt gek uit. Heel sportief getekend. Wat heel erg opvalt bij dit design zijn de suicide doors aan de achterkant. De deuren gaan naar achter open. Hele grote instap. Nou, alles wat hier erin ziet is natuurlijk allemaal heel erg high-tech en conceptcar-achtig. PR-manager wist mij te vertellen dat als deze auto gemaakt gaat worden, dat ze dan waarschijnlijk gebruik gaan maken van een leuke V6 of misschien wel V8. En er wordt achterwielaandrijving in gebruikt. Dat is iets wat bij Kia in principe nog niet aanwezig is. Dus dat zou nieuw zijn voor het merk. Kia gaat deze auto gebruiken om te kijken hoe erop gereageerd wordt. Of ze iets te zoeken hebben in dat segment van die vierdeurs sportief geleinde coupé. En nou ja, laten we het hopen, want het ding ziet er te gek uit. En het zou echt mooi zijn om die op de Nederlandse wegen terug te gaan zien.